En hier zijn we dan met de tweede video van het vorige filmpje. Dus met techniek 7 en 8. Dus we gaan werken met de Aquaflow pens en stencils. En we gaan stempelen met de Aquaflow pens. We beginnen weer met wit aquarelpapier van 200 gram van Craft Emotions, het Brilliant Wit. En ik zet met een lichte blauwe Aquaflow pen kleur op mijn glasmat. Ik voeg een beetje water toe, niet te veel, altijd met kleine beetjes werken. En ik meng het water met de kleur met een penseel. En ik verspreid het ook een beetje verder uit over mijn glasmat. Dan leg ik een stencil erop en ik haal die door de kleur, zodanig dat je op verschillende plaatsen kleur hebt. De hele stencil moet niet bedekt zijn, maar toch wel genoeg. Ik heb ook even erop getikt om eventueel dikke druppels die aan de onderzijde hangen er te doen afvallen, want dat gaan vlekken geven op uw kaart en dat is niet de bedoeling. Even afdeppen met keukenrol en voorzichtig de stencil wegnemen. En dan kun je hier en daar waar je zelf wil nog een beetje kleur gaan toevoegen door stukjes van de stencil in overgebleven kleur te deppen en op je kaart af te drukken. En zo kun je daar bijvoegen waar je wil. Maar het is niet de bedoeling om hem helemaal te bedekken, de kaart. En dan leg je de kaart opzij en je laat het kaartje even drogen. We gaan nu stempels gebruiken waar ook mallen van zijn. En ik heb gekozen voor een set van Leane Creatief. Zij heeft heel veel verschillende bloemen waar zowel mallen als stempels van zijn. Ik heb de stempels al klaargezet op acrylblokjes. En ik neem een donkere kleur Aquaflow pen. Maar je kiest een kleur die je zelf graag ziet. En ik kleur met de pen rechtstreeks mijn stempels in. Alsof ik ze zou beïnkten met een inktdoosje. Maar ga wel voorzichtig te werk. Het is niet de bedoeling dat er liters Aquaflow op uw stempel hangt. Een klein beetje is meer dan voldoende. En dan ga je ineens afdrukken. Niet te hard duwen, want dan ga je te veel kleur overbrengen. We gebruiken ook hiervoor 200 gram briljant wit papier, aquarelpapier. Om de stempel proper te maken, volstaat het om water te sprayen op keukenrol. Geen tissue, keukenrol, die is steviger. En je stempelt je stempel erop af. En meer is er niet nodig om je stempel terug helemaal proper te krijgen. Dan gaan we nu de gestempelde bloemen uitsnijden. Dus ik gebruik daarvoor de coördinerende snijmallenset van Leane ook. Alle formaten stempels hebben een snijmal ook. En het gemakkelijke aan haar stempeltjes is het driehoekje. Dus als je stempelt, dan stempel je een driehoekje mee. En dat coördineert met het driehoekje op de snijmal. Dus je stempelt het wel mee, maar het wordt niet mee uitgesneden. Maar het maakt het wel gemakkelijk om je mal op de juiste plaats te leggen. Want je kunt door het driehoekje van de snijmal kun je doorkijken. En zo kun je het driehoekje dat mee gestempeld is gemakkelijk zien. Ik heb het met een stilo nu eventjes een beetje bijgetekend. Omdat ik gestempeld heb met de Aquaflow markers. En dat is wat lichter. Dus we gaan die nu even uitsnijden. Ik ga de bloemetjes nog even een beetje drogen met de heat tool, zodanig dat het iets gemakkelijker werkt. Dat gaat het verspreiden van de kleurcijfers vergemakkelijken. Ik heb al een stukje tissue, keukenrol klaargelegd. En proper water en met een aquarelpenseel, een iets groffer. Ik wissel af tussen een nummer 8 en een nummer 1 à 2. Je neemt water op en je gaat de gestempelde kleur ga je verspreiden.
Dus ook al is je Aquaflow marker, je stempellijnen al goed droog, ook omdat we er nog eens extra gedroogd hebben met de heat tool, toch kun je die nog heel gemakkelijk gaan activeren terug met water. En dat is wat we hier doen om de bloemen te gaan inkleuren. En op deze manier ga je alle bloemen kleur geven. Daarna ga ik alle bloemen ook nog eens goed extra drogen met de heat tool. Zorg ervoor dat al je bloemen heel goed droog zijn voor je ze verder gaat bewerken. En dan kunnen we nu onze bloemblaadjes verder gaan bewerken. Ik gebruik een vouwbeen om de bloemblaadjes naar achter te plooien. Aangezien we aquarelpapier gebruiken, is het iets handiger om met een vouwbeen te werken, omdat aquarelpapier toch een pak stugger is dan gewoon kaartkarton. En dan daarna diepte geven aan de voorzijde met een bolpen. Ook de allerkleinste blaadjes doe ik met het vouwbeen op het laatst. En dan zijn onze volledige bloemen helemaal klaar. We nemen terug ons achtergrondpaneeltje erbij, even controleren of het goed droog is. En we leggen onze bloemen in de compositie waarin we ze uiteindelijk straks gaan opkleven. En dan nemen we van de stempelset de groene blaadjes erbij, die ook bij in die set zitten. En ook twee kleuren groen van de Aquaflow pens. Ik heb een lichte en een donkere kleur genomen. We gaan niet de stempels inkleuren zoals we daar straks met de bloemen hebben gedaan. We willen het iets zachter, want het is achtergrondinformatie, onze blaadjes. Dus we brengen de Nuvo pens, de kleur, aan op onze glasmat. En een beetje uit de vegen met de penseelpunt van de marker en dan gaan we onze stempel daarin deppen. Heb je een hele donkere kleur, dan kun je eens een beetje afstempelen op je glasmat zodanig dat er minder kleur op je stempel zit voor je gaat afdrukken. Altijd even je compositie leggen om te kijken waar je het blaadje wilt stempelen. Het is de bedoeling dat het een klein stukje onder de bloemen zal steken uiteindelijk. Daarom is het gemakkelijk om je compositie af en toe even terug te leggen, zodat je goed kan zien waar je gaat stempelen, waar je wat wilt hebben. Ik neem mijn bloemetjes weg van mijn paneeltje. Ik neem terug mijn aquarelpenseel en water en een stukje keukenrol. En met een vochtig penseel ga ik van de gestempelde blaadjes, van de randen waar inkt op zit eigenlijk, daar ga ik kleur van wegnemen om zodoende mijn volledig blaadje in te kleuren. En we werken zo licht als we kunnen, zodanig dat het echt op de achtergrond zit en onze bloemen straks onze echte blikvanger gaan zijn.
En nu ga ik een andere vorm blaadje, want er zitten twee verschillende vormpjes in de stempelset. Dit blaadje heeft een langer takje en dat ga ik stempelen met het lichtere groen. Als wat te weinig kleur op je glasplaat zit, dan neem je uit de marker wat kleur bij. Dus ik ga nu de gaatjes opvullen met de andere kleur en met het andere blaadje. En ook dat ga ik dan daarna uitwerken met proper water en een aquarelpenseel, net hetzelfde als met de vorige blaadjes. Het donkergroen dat nog over is op mijn glasmat, ga ik mengen met wat extra water. Daarna ga ik mijn penseel waarmee ik de kleur gemengd heb, terug proper maken. Een klein beetje droog maken. Ik neem de kleur op en met een tweede penseel ga ik op mijn penseel tikken om spettertjes aan te brengen over mijn hele kaart met het donkergroen dat nog over is op mijn glasmat. En daarna ook met het lichte groen. Dus ik breng van de twee kleuren groen spettertjes aan. Dan leg ik mijn bloemen terug in compositie en ik neem dezelfde Aquaflow pen terug waarmee ik mijn bloemen heb gestempeld en ingekleurd. Ik breng wat aan op mijn glasmat, ik doe er wat water bij en ook daar met die kleur ga ik spettertjes aanbrengen op de hele kaart en ook over de bloemen. Daarom dat ik de bloemen even terug heb neergelegd. Vervolgens breng ik foamtape van 1 mm dikte aan op de achterzijde van mijn kaart om ze dan vervolgens op een basiskaart op te kleven. En ik zorg ervoor dat er voldoende stripjes foamtape achter hangen om het goed stevig te hebben. Want we hebben met water erop gezeten, we hebben met de heat tool erop gezeten. Nog handiger is als je gewoon een vel knipt van zelfklevende foam, die er ook dus is. Nu onze kaart op de basis kleeft, kunnen we onze bloemen ook op onze kaart gaan kleven. En dan gaan we nog tekst toevoegen met snijmallen van Leane. Ik heb gekozen voor het tekstje uit die set voor jou. En zoals jullie zien is het een heel fijn tekstje. Dus dat is niet mogelijk om met Eva Foam te gaan werken. Omdat de woordjes gewoon te fijn zijn. Dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb ze uit zwart karton gestanst, tweemaal. En die heb ik al op elkaar gekleefd. En dan eenmaal uit het gloss karton van Tonic Studios. De twee gewone zwarte, die heb ik al op voorhand op elkaar gekleefd, zodat het nu wat sneller kan gaan. En nu ga ik de gloss, het zwarte gloss karton, die twee tekstjes, die ga ik er dan nog bovenop kleven en dan kunnen ze op de kaart gekleefd worden.
En tot slot ga ik in de hartjes van mijn bloemen nog een zwarte druppel zetten, zodanig dat ook de hartjes van de bloemen mooi afgewerkt zijn. En dan is onze kaart helemaal klaar. Een hele leuke aquarel look met deze technieken. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Vergeet niet de korting op de Aquaflow pennen, op de setjes, zolang dat ze leverbaar zijn tot 1 mei. En niet vergeten dat ik aan het einde van de laatste video 2 setjes gratis ga weggeven.